Yo mensen van GamerKingNL, jullie zullen me wat anders horen, want ik zit op mijn laptop. Even een kleine update video. We hebben per ongeluk de whitelist een tijdje van de server af gehad. En er zijn een aantal grievers en fans hierop geweest. Just in case dat we niet nog een keer dit soort taferelen krijgen, dat fans onze hele fabriek fixen, zoals jullie hier zien. Thans fixen. Ze hebben het eerst gegriefd en daarna gefixt. En ik heb ook nog een heel groot deel moeten fixen, want ja, nog steeds werkt niet alles helemaal. Ik heb bijvoorbeeld hier het hele rubber tafereel moeten aanpassen. Hier, even een kleine update. Als je een, hoe heet zo'n ding? Energy condenser naast een Red Matter furnace zet, dan wordt hij gepowered. Dan heeft hij geen fuel meer nodig, maar puur werkt hij op dit ding. Daarmee krijgen we dus rubber. Rubber wordt op 4 high-speed dingen eruit gepompt. Nog steeds te langzaam eigenlijk. Ongelooflijk. Al het rubber. Het rubber wordt hier ook weer verdeeld. Ik snap niet waarom het... Oh shit. Zoals ik al zei, het loopt niet helemaal geweldig. Die nou rubber in? Ik hoop het niet. Oh. Even fixen. Oh, chips. Wrench it. Zo. Nu ook dat het weer meer... Goed, deze maakt ook wel kaap. Er zijn echt heel veel dingen die... Crap. Weer een lag point gevonden. Wat doet dit? Het heeft koper nodig. Wow. Een keer een punt dat koper. En deze heeft ook koper nodig. Oké. Okay. Ja. Zo vind je lag points. Dan moet je deze weghalen. En gelukkig gaat nog lava bij me. Brack zei dat er heel veel punten waren gefixt, dat er geen lava meer zou komen. Als er geen lava nodig was, kreeg ik toch weer een toortje. Nee. Mooi. Dit zijn de LV's. De high fail. En de medium. Nog. Nog. En zoals ik nu zie in mijn linkerbovenhoek, ik heb nu alweer 10 frames gewonnen. Godsamme. Begon op 15, nu 25. Weer het rubber tekort. Nou ja, weet je. Dat mag wel eens een keer. Misschien was die laatste motor een beetje overbodig. Maar alsnog, het is een update video. Ik liet het jullie alleen kort even zien. En ik zeg later, amigos.